Hey iedereen. Wat ik vandaag ga doen is een klein beetje anders. Dus ik heb op verzoek van Lien de Jonge een tattoo-tekening gemaakt, maar ik heb die lichtjes aangepast. Dus zij wou eigenlijk een boom waarvan dat de wortels spinnenpoten waren. Dus het voorbeeld dat je nu kan zien is het afgewerkte product. En daar ga ik dan nu de opbouw van tonen. Als jullie zelf een idee hebben voor een leuke tattoo, vraag maar en dan kan ik jullie misschien helpen. Dus, basically, ik ben begonnen met die pootjes, dus dat ga je nu zien. De pootjes op het gemak opbouwen. Voor zoiets is het wel gemakkelijk om altijd een voorbeeldje bij de hand te nemen. So, take a little example from a spider leg or some insect-like creature. Of zoals Salvador Dali zijn olifantenpootjes heeft gedaan in... de naam van het werk ontglipt me even. But anyway, dus spinnenpootjes. Een spinnenpootje is altijd vrij scherp en griezelig, dus als je knoken van de knieachtige leden maakt, doe maar zo grimmig mogelijk. Dan maakt je spin altijd iets levendiger. Nu, dit is een heel abstract tekeningetje. Voor de rest is het eigenlijk een beetje je eigen fantasie voor een tattoo. Alles is vrij. Dus ga je fucking gang. De vraag van de tattoo was ook om een klok te tekenen. En dus op het spinnenlichaam komt dan een boom. Ik heb er zelf natuurlijk een paar dingen bij verzonnen, omdat we het toch al vrij creepy vonden. En dat zou je straks zien. Een lekker dood mannetje. Maar dus dat ga ik je straks tonen. Dus de spin houdt de klok vast, leek mij leuker dan de klok in de boom te zetten. Dan heeft de boom ook zoiets luguber en lijkt het spinnetje ook een beetje op een schorpioen, maar dat zou je straks zien. In Photoshop is dit natuurlijk super gemakkelijk. Je draait het rond en ja, dan kun je bijwerken natuurlijk. Voor een tatoeëer is dat iets moeilijker. Het moet juist zijn en je kunt niet echt opnieuw beginnen. Maar het voordeel is, zij kunnen lijntjes overtekenen. En dat kun je niet als je los freehand tekent. Dus de pootjes mooi zetten. Als je iets speciaal op je hand of iets van een unieke plaats laat zetten, een plaats die vrij symmetrisch is, zorg dan dat je tattoo ook vrij symmetrisch is. Gelijk een gezicht is symmetrisch. Of wat ik nu doe is, ik maak de vorm van die pootjes vrij symmetrisch. En als er één element heel symmetrisch is, dan heb je natuurlijk het perfecte canvas of de perfecte grondbasis om op te beginnen. En daarna kun je bijvoorbeeld nu, die boom is half symmetrisch. Dus dat komt van ver vrij symmetrisch over, maar het is niet symmetrisch. Dat is de symmetrische asymmetrie, zoals ze dat noemen. En nu heb ik veel te veel symmetrisch gezegd, dus we gaan er even mee stoppen. Nu komt het lekker lugubere stuk. Ah nee, not yet. Nu gaan we een klokje maken. Oké, om eerlijk te zijn, I stole the clock. Gewoon omdat dat moet perfect rond zijn. Dus ik had er geen zin in om daar al die tijd in te steken. Plus, je vindt dat online, dus ik heb het een beetje getrished. Maar ja, trischen is deel van de kunst. Dus een perfect mooi klokje. Dat, ja, iemand heeft daar mooi zijn tijd in gestoken. Wat doe ik? Ik pak dat, ik verander daar iets aan. Dan is het van mij. Zo zijn de trucjes van de wereld. You can cheat a little bit. Dus perfect mikken, plakken, I like it. En dan gaan we die fucking dikke lijntjes wegwerken, want laat ons eerlijk zijn, dat trekt op niks. Welke klok heeft is nu in vier gedeeld?
Huh? Welke klok? Zeg het mij. Zeg het mij. Wie zegt mij? Daan? Robbe? Iemand? Zeg het mij. Oké, niemand. Anyway. Ja, dus op het gemakkelijke weg doen. Easy peasy. En zoals je ziet, mijn boom heeft, mijn wortels hebben zo'n spinnengezichtje. That's what I like. En dan de klokken, heel simpel. Lijntje rondzetten, tjak, tjak, tjak. Stroke. En het is een klein wijzertje, uiteraard. Stroke, hopla. En zo heb je heel simpel een spinnetje met een klok en al de shit die we willen. Nu, ik heb het niet gefilmd terwijl ik de rest deed, dus dan moet je er zelf maar bij verzinnen. Too bad natuurlijk, want het is echt wel vetjes. Maar ik zal het nog eens erbij zetten wat ik verder gedaan heb. Ik hoop dat je het leuk vindt. En als je het niet leuk vindt, ja, fuck off. Nee. Subscribe en like. Dat is veel toffer. Yo. This is my end result. Nog eens. Dank u.